Oh my god, mensekes. Vandaag is zondagskus. Dus zeggen we kus. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blie. Nieuwe dag, nieuwe video. In de vorige video heb ik dus gezegd dat ik een keer al mijn 4K Blu-rays ga tonen. Ik heb er in totaal, ik heb ze nog niet aan, want ik heb lucht aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ah, juist 20 4K Blu-rays. Ja, ik heb er niet zoveel, ik weet het, het zijn er 20, maar ik ben er toch trots op. Ik ben blij met wat ik heb. Ja, voilà. En als ik dat getoond heb, dan heb ik nog een opdracht voor Mood for Horror. Mood for Horror. Audio maar klaar? Want dat gaat niet normaal worden. Oké. Ja, we gaan ze een keer tonen. Ik heb ze niet in een soort volgorde gestoken. Ik heb ze gewoon uit mijn kast gehaald. Want al mijn Blu-rays zitten nog allemaal door elkaar. Ze zitten niet op alfabetische volgorde of zo. Dus, maar fuck it. We gaan gewoon beginnen met het begin. De bovenste, dat is mijn favoriete film. Ooit, ja, als de mensen naar mij vragen, wat is uw favoriete film, dan zeg ik gewoon deze, want voor mij is dat echt een supergoeie film, en misschien zullen er veel mensen zijn van, allee, dat kan niet, er zijn zoveel meer goeie films, maar iedereen heeft zijn persoonlijke mening, en voor mij is dat gewoon Logan. Voor mij, Logan is echt een topfilm gewoon, dat is gewoon niet normaal, super, super goed. Ik kijk ook mega uit naar Deadpool 3, waar Wolverine weer gaat meedoen, Hugh Jackman. Ik kijk er echt ongelooflijk naar uit. Dat gaat gewoon de max zijn. Maar voor nu, Logan is gewoon mijn favoriete film ooit. Ook allee, de kwaliteit van die film op een 4K-tv. Ja, natuurlijk moet je kijken op een 4K-tv. Maar op 4K is dat gewoon niet normaal. Het geluid is supergoed, het beeld is superscherp. Gewoon een topfilm. Voilà zie. Dan, de volgende dat ik gezien heb in de cinema, heb ik nu ook deze week bekeken hier op mijn movie room. Dat is van Tom Cruise, Top Gun Maverick. Met de slipcover. Hey, echt niet normaal goede film. Actie, een beetje humor zelfs erin. Drama, weet ik veel. Het is echt een super goede film. Veel referenties naar de eerste Top Gun natuurlijk. Maar echt gewoon een top gun, top film. Echt, niet normaal. Zeker een aanrader. Als je hem nog niet gezien hebt, bekijk dat zeker. Moest hij ooit nog een keer in de cinema komen, was, soms doen ze van die special events, weet ik veel, in Kinopolis, had dat zeker gaan kijken in de cinema, want dat is echt niet normaal. Dan de volgende film. Is ook, vind ik ook een heel goeie, dat is War for the Planet of the Apes, voilà. Ik vind die drie films van Planet of the Apes super goed. Ik vind ze gewoon alle drie ook even goed. Die heeft, allee, voor de meeste mensen is dat de zwakste of de slechtste, maar ik vind dat gewoon alle drie even goed. Ik vind ze gewoon super goed. Ook hier de kwaliteit van het beeld en van geluid is ook super goed met die film. Dan de volgende film ga ik waarschijnlijk verkopen, omdat ik, ja, ik heb ook een beetje beslist van gewoon de films dat ik niet echt top vind of niet echt goed vind, dat ik ze gewoon ga wegdoen. Maar dat is hier van Mr. Night Shyamalan, dat is Old. Allee, ik weet nog niet zeker of dat ik hem ga wegdoen, maar ik denk het wel. Nochtans vind ik wel nog een paar films van Night Shyamalan wel goed, like Signs, The Sixth Sense. Wat is er nog goed? The Village vond ik ook vrij goed. Maar de Dien vond ik echt niet goed. Ik vond hem... Nochtans, de trailer bekeken en het verhaal was wel... Allee, het zag er wel allemaal goed uit, maar ik weet niet, ik vind het zo raar uitgevoerd. En ja, het was mijn ding niet. Dan de volgende film vind ik overdreven goed. Ja, super goed. Dat is ook op 4K A Quiet Place. Super goeie film. Ook 4K, super goed van beeld en geluid. Ja, echt een, ja, noem je dat een horrorfilm? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar
niet normaal goed, echt waar. Dan de volgende film is ook supergoed. Is van Jordan Peele, dat is Get Out. Heb ik ook op 4K, ook supergoed. Heb ik een keer tweedehands kunnen kopen. Tamelijk goedkoop, denk 8 of 9 euro of zo dat ik hem gekocht heb via Vinted. Supergoeie film, niet normaal. Dan de volgende film is eigenlijk geen goeie, maar ik heb hem een keer kunnen kopen, denk ik, voor 10 euro van onze vriend Brian. En ik wou hem sowieso in de collectie hebben. Dat is Jurassic World. Ik heb hem achteraf nog een keer bekeken in 4K. Ha, het is gewoon... Er zitten er heel veel goede stukken in, maar ook gewoon heel veel slechte stukken. Like, al dat gedoe met die springkaan, dat ik... Om duur was ik aan het kijken. Allee, de tweede keer was het beter, maar de eerste keer in de cinema was ik aan het kijken. En vroeg ik me eigenlijk af, over wat had dat hier eigenlijk allemaal? Ik wist gewoon niet meer over wat dat ging. Het is wel de max dat natuurlijk de oude cast wat meedeed. Dat wel, maar het is zeker niet de beste in Jurassic World of Jurassic Park zelfs. Het is eigenlijk gewoon de slechtste van allemaal, vind ik persoonlijk. Voilà. Maar ik ga hem wel houden. Dan de volgende film heb ik eigenlijk op een box set. Op gewoon Blu-ray. Maar ik heb hem gekregen van Rimzy. Mood for Horror. Ga zeker een keer naar zijn YouTube kanaal. Ding! Ik doe mijn effecten zelf. Hè. Ding! Maar anders moet ik dat editen en al. En ben dat te lui voor. Dus ding! Dat zijn al 3 things in 10 seconden. Dus de volgende film is Spider-Man. De eerste heb ik gekregen van Rimzy. Ja, goede film natuurlijk, met Tobey Maguire. Een klassieker, ja. Maar ik heb hem wel nog niet bekeken op 4K, dus dat ga ik wel een keer doen binnenkort. Dan de volgende is een animatiefilm dat ik ook een keer tweedehands gekocht heb. Tweedehands, het zat wel nog in plastiek, maar via iemand die bij in de groep zat. Maar ik weet wel niet meer welke groep dat juist was, maar het maakt niet uit. Ik denk dat... 12 euro of 13 euro was dat ik toen betaald heb, omdat hij ze liet overkomen van Amerika, of hij was naar Amerika geweest, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer, maar het is DC League of Super Pets. Supergoeie animatiefilm, ik heb er ook goed mee gelachen en al, vreeg goed, maar de 4K kwaliteit, het beeld is niet normaal goed van die film, dus zeker een aanrader, en ook wel met een mega chique slipcover erbij. Voilà. Dan de volgende film heb ik ook nog in de cinema gezien vroeger. Vind ik een mega schone film, waar ik zeker wel een traantje mee gelaten heb. Die heb ik tweedehands ook gekocht. Via onze vriend Leslie. Die had hem gevonden, dacht ik, in de kringloop. En heeft hem toen gewoon aan mij gegeven of zo. Of ik heb hem overgekocht, ik weet het niet meer, het is al veel te lang geleden. Maar dat is dus A Star Is Born. Super, super schone film, echt waar. Ook de 4K kwaliteit van die film, supergoed. Dan de volgende film is een mega chique slipcover. Is met Arnold Schwarzenegger. Maar de 4K transfer is echt niet goed. Je kunt eigenlijk even gewoon naar Blu-ray kijken. Want ja, het is eigenlijk niet goed, maar toch een van de betere films ooit gemaakt volgens mij. En dat is Terminator 2. Wel echt een mega chique slipcover. Maar de 4K-kwaliteit van die film is eigenlijk echt niet goed. Je kunt echt even goed gewoon naar de Blu-ray kijken. Want volgens mij hebben ze gewoon daar 4K op die disc gezet. Maar is daar gewoon niks aan gedaan. Maar maakt niet uit. Het is wel een supergoeie film. Dan de volgende film is voor mij ook een topper. Is met Jean-Claude Van Damme en Dolph Lundgren. Dat is Universal Soldier. Heb ik ook een keer tweedehands gekocht op Vinted. Het is een Frans doosje, maar wat was dat weer? Volgens mij, dus hij speelt in het Engels, maar het was in Engelse ondertitels. Dus voor mij heeft dat totaal niet. Wat er ook, voor de mensen die dat niet weten, maar ja, de meeste kijkers weten dat al, 4K Ultra HD is altijd regiovrij. Dus je kunt altijd van over heel de wereld kun je er kopen. Bekijk wel een keer of dan er ondertitels bij zijn of zo, als je dat nodig hebt. Maar ik heb sowieso ondertitels nodig. Nederlands of Engels, sowieso. Maar zonder ondertiteling, ik kan dat niet kijken naar een film. Dat is gewoon niet duidelijk voor mij. En ik mis gewoon die ondertiteling. Dus, maar maakt niet uit. Universal Soldier, supergoeie film. Met Jean-Claude Van Damme, een van zijn betere. Dan de volgende film heb ik een keer tweedehands gekocht. Voor, denk 6 euro. Ook via Vinted.
Vind ik persoonlijk een hele goede film. Ik heb hem wel nog niet bekeken op 4K. Dat is Wonder Woman, de eerste. Het schijnt dat een tweede echt niet goed is, maar toch wil ik hem een keer zien, die tweede. Ja, Wonder Woman, de eerste. Goeie film, uiteraard. Dan de volgende film heb ik ook een keer tweedehands. Bijna al mijn 4K-films heb ik allemaal tweedehands gekocht. Ook met een slipcover, dat is Avengers Infinity War. Ook met een super nice slipcover erbij. Ja, goeie film. Ja. Ik heb denk ik al de Avenger-films en al die Marvel-films, denk ik wel dat ik ze allemaal heb. Maar die was ook maar, denk 8 euro of zo dat ik betaald heb. Dus ja, je kunt dat niet laten liggen. Voor een 4K. Die heb ik wel al een keer bekeken en ook kwaliteit is supergoed. Dan de volgende film. Ik denk dat ik die nog wel een keer nieuw gekocht heb, maar dan wel in een promotie op bol.com een keer, dacht ik. Met 2+1 gratis, of ik weet niet meer hoe dat juist was. Maar dat is Alita Battle Angel. Supergoeie film ook en ook supergoeie kwaliteit van geluid en van beeld. En ook ja, een voor mij een vrij goede film. Dan de volgende film. Heb ik ook gekocht via bol.com. Dat is Aquaman. Of ja. Aquaman met Jason Momoa. Vind ik ook een supergoeie DC film. Ja, ook de kwaliteit supergoed. Dan de volgende film vind ik persoonlijk. Misschien zijn er veel mensen die hem niet graag zien. Maar ik persoonlijk vind dat supergoed. En dat is eigenlijk het verhaal van Superman, maar dan in een horrorversie. Dat is Brightburn. Supergoeie film, echt waar. Als je dat nog niet gezien hebt, dat is eigenlijk een horrorfilm van Superman. En ja, supergoed. Dat is dat eigenlijk van DC? Ik weet dat eigenlijk niet. Sony, ik weet eigenlijk niet of dat een DC... Ik zie dat hier like, niet staan direct. Dat is als een Sony... Staat dat hier van voor eigenlijk? Nee, ik zie het lijkt niet staan. Laat me een keer weten of dat eigenlijk van DC komt, die film. Laat het me een keer weten in de comments als je wilt. Maar sowieso een mega top film, Brightburn. Ga ik binnenkort nog een keer bekijken eigenlijk. Dan de volgende film. De eerste heb ik op gewoon Blu-ray. Daar is de tweede, is Creed 2. Supergoeie film. Ja, de zoon van... Ah, fuck. Ik wil nu iets vertellen en ik weet het eigenlijk de namen niet meer. Ik ben super slecht in naam. Maar oké, ja. Dus de vroegere vijanden en de, zijn vader was vermoord vroeger door een dien. Maar was dat nu Apollo Creed? Apollo Creed, bijzend wel. Wacht, ja, Apollo Creed. Dus Apollo Creed was zijn vader van hem. En hem is Apollo Creed doodgedaan. En dat is nu zijn zoon die tegen Apollo Creed zijn zoon vecht. Supergoeie film. En ik kijk eigenlijk ook een keer uit naar de derde. Maar ik wil hem kopen op 4K eigenlijk. Maar het is like 38 euro voor een steelboek. En ik weet niet, 38 euro voor een film. Ik vind dat gewoon te veel. Dus ik ben gewoon aan het wachten voor hem een keer tweedehands te kopen. Ik heb hem al gezien voor 27 euro. Maar de gewone versie van 4K, maar ik wil dat ik die een steelbook ken, maar ja, het probleem is, als je lang wacht op steelbooks, gaan eigenlijk de prijzen omhoog, dus ja, maar toch wil ik niet 38 euro geven, maar maakt allemaal niet uit. Dan de volgende film, vind ik supergoed, eigenlijk super grappig ook, dat is Deadpool, supergoed, ook goede mega kwaliteit van 4K, en dan heb ik ook nog Deadpool 2, ook op 4K. Ook super goed, super grappig. Ja, voilà. Dus kijk zeker uit naar Deadpool 3. Dat gaat gewoon de max worden. Dus voilà, dat was mijn stapeltje 4K-films. Ben er alstublieft blij mee. Het is niet zoveel, maar toch. Voor de prijzen eigenlijk, dan ze kosten, ben ik toch blij met mijn stapeltje. Dan. Ja. Nu heb ik dus een opdracht voor Mood for Horror. Ja, je bent aan het kijken, Rimzy. Ik heb het tegen jou. Dus Rimzy maakt ook video's op zijn YouTube-kanaal. Alles wat te maken heeft met films. En ik dacht van... Misschien heeft hij wel een keer last
van dat hij inspiratie nodig heeft voor een filmpje te maken, voor een video te maken. En dacht ik, weet je wat? Ik zal hem een keer de inspiratie geven. Dus Remzi, ik ga je nu inspiratie geven. Voilà. Gratis en voor niks. Dus wat heb ik hier? Ik heb hier een envelop. En er zitten daar drie films in. Drie films voor onze Remzi. Zijn adres staat erop, maar dat staat hier. Dat ga ik natuurlijk niet tonen. Maar het is dus aan Mood for Horror staat erop. En zijn adres. Drie postzegels erop. Ik heb gekeken hoeveel postzegels dat dan nodig heeft. Dus met drie postzegels kun je drie films opsturen. Dus dat ga ik doen. Maar wat is nu de opdracht? Vanaf nu, Remzi, ga ik proberen voor één jaar lang, u elke maand drie films op te sturen. Drie films. Dat jij moet reviewen in een video. Voilà. Dus elke maand drie films dat je in één video moet reviewen. Dus je gaat nooit weten welke films dat zijn. Het gaan misschien films zijn dat je al hebt. Het gaan misschien films zijn dat je al gezien hebt. Maar het maakt niet uit. Ik wil hen dat je daar een review video van maakt. Voilà, dat is het. Dus Remzi, houd u maar vast. Want deze envelop met drie films komt naar jouw huisje. Of appartement. Voilà. Dus voilà, dat was de video voor vandaag allemaal, mensen. Dus dank u voor te kijken. Bedankt voor al de reacties. Bedankt voor de steun. Bedankt voor al de mensen die er altijd al gekeken hebben en al. Dat doet mij veel. Als er mensen zijn die mij een keer iets willen opsturen of zo, van films of zo, Blu-rays, ga gerust uw gang. Je kunt mij altijd contacteren op Instagram, official PippiBlue of Blu-rayDaddy82. En ik zou zeggen, tot de volgende keer mensen, voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En wanneer dat gaat zijn, dat weet ik niet. Voilà, allez, salut!